Een hele goede morgen. Welkom bij het webinar Horizon inspireert ondernemers. Vandaag aflevering 3 met als thema businessmodellen. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Toewant Trin, ik werk voor Horizon. Horizon is de ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. We helpen ondernemers groeien en dat doen we met financiering, subsidie, maar ook met kennis en expertise. De crisis is nu inmiddels drie maanden bezig, er wordt behoorlijk aan gewerkt. Um, maar de crisis biedt in dat opzicht ook behoorlijk veel kansen. Helemaal voor bedrijven van wie de businessmodellen aangepast zijn aan de markt. Um, althans, dat beweren de heren die bij mij hier nu aan tafel zijn. Wie de heren zijn, zal ik die straks even voorstellen aan jullie. Ik wil even nog naar twee praktische zaken gaan voordat wij gaan starten met de sessie. Puntje 1 is, het webinar duurt een klein uurtje. Dat houdt dus in dat we een hele interactieve sessie gaan houden. Ik heb daar een aantal polls klaarstaan en die wil ik vragen aan jullie om daarop te reageren. Daarnaast kun je ook vragen stellen. Je kunt vragen stellen door rechtsonder in het schermpje op het oranje knopje dat in te dienen. Zie je dat oranje knopje niet? Ga even met de cursor over het scherm en dan komt dat oranje knopje weer naar voren. Een tweede is dat dit webinar wordt opgenomen. Dat houdt in dat na deze sessie een link toegestuurd krijgt en dan kun je rustig daarna nog een keertje terugkijken. Maar die link kun je ook sturen naar je collega's of relaties die nu helaas niet aanwezig kunnen zijn. Nu ga ik naar het leuke gedeelte van de sessie. Ik ga jullie mijn gasten voorstellen. Ik heb twee gasten. Mijn eerste gast van vandaag is Darminder Bihari van Bizmodel. Hij is expert op het gebied van businessmodellen en aanpassingen daarvan. Dharminder, Welkom. Ja, dankjewel. Ik wil graag aan jou vragen om jezelf even kort voor te stellen en wat BISMODEL doet. Ja, uh, mijn naam is Darmin de Bihari. Uh, ik ben de CEO van BISMODEL en ik werk voor nationale en internationale bedrijven. En wat ik doe, ik help bedrijven om hun verdienmodel adaptief te maken of aan te passen in omstandigheden als klanten veranderen of de markt, zodat ze relevant blijven en niet in de stress schieten. Uh, dat zie ik nog heel vaak gebeuren, maar dat is mijn expertise. Dank Dankjewel, Daminder. Welkom nogmaals. Dan ga ik naar de tweede gast van uh, vandaag. Dat is Sander Poel van IFS Nederland. Sander is aangeschoven als ervaringsdeskundige op het gebied van businessmodel aanpassing. Sander, jij ook welkom. Dankjewel. Ook voor jou. Even een korte introductie van jezelf. En wie is uh, IFS? Ik ben Sander Poel, directeur van IFS Nederland. En wij leveren eindlijnsapparatuur apparatuur aan de voedingsindustrie. Dat is heel kort. kort wel. Kort en krachtig. Um, ik wil deze sessie starten met een poll. Zoals ik net heb ik gezegd, ik wil het graag interactief houden. Ik heb een pol. Als het goed is, zie je die nu voor jullie op jullie scherm. Ik heb drie stellingen uh, die ik voor wil leggen aan jullie. De eerste stelling is: Businessmodel aanpassing is alleen zinvol in crisistijd. Stelling twee is Businessmodel aanpassing is alleen voor innovatiebedrijven. En stelling 3 is Businessmodel aanpassing is alleen nodig als je omzet terugloopt. Dus hele prikkelende stellingen. Ik uh, ben benieuwd naar jullie antwoord. De antwoorden zijn: A, alleen stelling 1 is juist. Antwoord B, alleen stelling 2 is juist. En antwoord C, alleen stelling 3 is juist. En dan heb je nog een vierde. Geen van de drie stellingen zijn juist. Dat zijn de vier antwoorden. Ik ga even naar jou toe, uh, Darminder. Ja. Um, straks ga ik jou even vragen om te reageren op de pol, op de drie stellingen. Uh, maar waarschijnlijk, of wellicht is het goed om eerst even te kijken naar wat is een businessmodel? Kan jij ons vertellen wat een businessmodel is? Ja, dat zal ik uh, zeker doen. Ik zal je daarvoor een slide laten zien. Um, wat je ziet met businessmodel... Sorry, dat gaat even verkeerd. Uh, wat is een businessmodel? Uh, je ziet hier aan de linkerkant losse elementen en rechts zie je een controller. Eigenlijk is een businessmodel bij een architect van je huis. En in je businessplan, dat wordt heel vaak verward, is eigenlijk de executie. Dus je moet het model nooit verwarren met de executie. Dus in je, als architect zeg je van hoe ziet de fundering eruit? Uh, wat zijn de draagbalken? En in de executie zeg je waar doen we de badkamer en de keuken? Dat is het businessmodel even in min-dobbelsteentaal. En als ik het nog simpeler maak is businessmodel is... Waar ga je naartoe? En in de businessplan vertel je eigenlijk hoe ga je er naartoe. En om dat te realiseren heb je eigenlijk uh, een businessmodel canvas nodig. Dat is tegenwoordig veel meer gebruikt. Het is al vijf miljoen keer gebruikt. Veel beter dan de SWOT of de Blue of Red Ocean strategie. En er zijn drie belangrijke elementen. De eerste is kunnen wij het maken? Uh, dat is het product of de dienst dat je in de markt wilt aanbieden. En de tweede dat is het gele gedeelte... Is de behoefte aan de product of dienst die je in de markt wil zetten. En dat is ontzettend belangrijk, want dat deel wordt heel vaak vergeten omdat je vanuit de executie vaak naar ja, kunnen we het maken gaan. En als laatste heb je natuurlijk je kosten en je omzet: van leeft het nog onderaan de streep geld op. Als je dit goed gebruikt, kun je een hele hoop stress en met name ook kosten en tijd besparen. En dat voorkomt dus dat je geen gekke of domme beslissingen neemt. En dat is eigenlijk de basis van een goed businessmodel: is kan je het maken, is een latente behoefte en levert het geld op. Dat is helder voor mij, uh, daar minder. Um, ik heb denk ik inmiddels de antwoorden er zijn behoorlijk veel uh, gereageerd hierop. 81% van de uh, antwoorden geeft aan dat het D is. Geen van de drie stellingen zijn juist, of ze in ieder geval zijn ja geen van de drie stellingen zijn juist. Wat is jouw reactie daarop? Nou, dat is vuurwerk voor mij, want ze hebben het allemaal verkeerd. Dus ik ben heel blij dat jullie allemaal verkeerd hebben geantwoord. Uh, als eerste, crisistijd. Er zijn heel veel bedrijven, hè, dat was de eerste antwoord... moet je je businessmodel aanpassen in crisistijd. Onwaar. Je moet het altijd uh, meten of, de, of jouw businessmodel geld oplevert. VND is te lang doorgegaan, is failliet gegaan. Heel veel ondernemers zijn te lang doorgegaan... en daardoor in slaap gevallen... En dus overbodig in de markt geworden. Dus jouw businessmodel moet je elk half jaar of een jaar meten. Of dat relevant is. Want simpelweg, de concurrent of de disruptor. die kondigt zich niet met een vlaggetje aan van. Joehoe, hier ben ik. Ik ga jou even om zeep helpen. Dat doen ze dus niet. En dat geldt voor ieder business. Een tweede is. het is alleen voor innovatieve bedrijven. Ook niet waar. Heel veel bedrijven denken dat de innovatie. ik kom er later op terug. dat ze een Tesla of een iPhone moeten maken. Is ook niet waar. Innovatie kan ook inhouden dat je één klein deel van je bedrijf of van een proces extreem goed gaat doen, waardoor je de concurrent of de, uh, of de disruptor zelfs op achterstand kunt stellen. Veel bedrijven die heel hard groeien, die doen één ding extreem goed, waardoor ze dus relevant blijven. Zoals bijvoorbeeld Thuisbezorgd brengen voedsel bij je langs. Doen heel veel restaurants doen dat namelijk niet, maar zij hebben daar een speerpunt van gemaakt en zijn daarin gegroeid. Of als de omzet terugloopt. Nou, daar kom ik later zeker op terug. Als de omzet terugloopt, gaan bedrijven heel vaak aan de verkeerde knoppen draaien. Dus er moet meer gecommuniceerd worden, meer verkocht worden. Maar als er geen latente behoefte meer is voor je product of dienst, dan kun je wel daarop heel hard gaan drukken. Maar dat levert alleen maar frustraties op. Niet doen. Soms is het probleem veel dieper binnen het bedrijf. En dat betekent dat jouw businessmodel helemaal niet meer zo goed is georganiseerd als jij denkt. Dus eigenlijk, ja, vuurwerk voor mij, ik ben hartstikke blij dat jullie allemaal maar slecht geantwoord hebben. Nou, als ik even goed bekijk, volgens mij um, je zeg je uh, bij stelling 1, het is altijd zinvol, dus ook buiten ja, crisistijd. 24-7 doorgaan. Bij 2 zeg je: het is niet alleen voor innovatieve bedrijven, het is voor, voor andere bedrijven. Ja. En 3, um, is het niet alleen maar als de omzet terugloopt. Nee, in alle drie gevallen moet je actueel blijven. Dus in dat opzicht hebben ze wel gelijk, want ze geven aan dat geen van de drie stellingen juist zijn. Dus in dit geval is het wel vuurwerk, maar in dit geval is het zo dat, het wel, dat ze juist hebben. Goed zo. Oké. Okay. Um, dat wil ik even rechtzetten um, uh, voor de deelnemers. Um, nu we weten wat een businessmodel is. en we hebben nu ook beeld bij wanneer een businessmodel-aanpassing zinvol is. wil ik nu ook naar de volgende. Poll. En dat wil ik even vragen aan jullie beste deelnemers. Ik ben nu wel benieuwd naar hoe jullie tegen jullie bedrijf aankijken. Is dus een tweede pol. De stelling luidt: wij zijn een innovatief en marktleider in ons segment. Sorry, de vraag is: hoe zou u uw bedrijf willen omschrijven? En daar heb je vier antwoorden voor. Als jullie daar wil antwoorden op. Antwoord A, wij zijn een innovatief en marktleider in ons segment. Antwoord B: wij doen het best oké, okay, maar een aantal innovatietrajecten kunnen beter. En drie: op de innovatiecurve doen we het niet echt goed. De concurrenten doen het beter. En antwoord C: ik heb geen duidelijk beeld van wat de innovatieplannen zijn. Dan minder dit stellen we voor om te kijken hoe de deelnemers hier in de wedstrijd zijn. Dat? Ja, dit is heel erg belangrijk. Uh, want in gesprekken met uh, directieleden of managers of bedrijven kom je vaak achter dat ze wel een beeld hebben van uh, hoe ze innovatief willen zijn. Maar vaak zijn er heel veel uh, ja, verschillende interpretaties van wat in innovatie is of verbeteren zo is de keer voorgekomen dat je aan de mensen vraagt van wat vindt u van innovatie nou de ene vond dat de directielid vond dat, uh, dat iedereen in de prius moest gaan rijden de andere zei dat alle plantenbakken uh, groen moesten zijn en de derde zei nou we moeten over naar max havlaar thee. nou dat vond dus uh, dit is wel heel erg cruciaal om uh, duidelijk te hebben wat innovatie voor jullie kan betekenen en hoe jullie daaraan werken. Dus ik hoop dat nu de eerste resultaten binnendruppelen. Nee, die zijn nog niet uh, binnen, dus je mag nog heel even doorgaan. Ik ga eens even kijken wat de resultaten nu even Ja, wat ontzettend. misschien wel leuk is om te weten: deze vraag heb ik niet zelf bedacht, maar dat is in samenwerking met de Technische Universiteit Twente. We hebben daar werk van gemaakt, omdat we dit, er uh, is dus een onderdeel van een scan uh, die we dan gebruiken om bedrijven te toetsen. En uh, wat ook heel erg leuk is, maar als ik het verklap, dat doe ik straks wel. Uh, als jullie geantwoord hebben, wat de antwoorden ook kunnen zeggen. En zijn er nu al wat uh, resultaten? Nee, binnen? ik zie um, deze stelling niet meer terug hier in het scherm. Maar daar komen we straks nog even op terug. Absoluut. Deze poll houden jullie even te goed van ons. Um, daar kom ik even zo op, um, op terug. Um, daar minder. Stel voor, ik ben een ondernemer. Ja. Ik heb een. Geweldige business. Ik ben een, uh, um, uh, een metaalbewerkingsbedrijf. Uh, yeah. Ik lever metaalplaten aan bijvoorbeeld de uh, fabrikant van uh, landbouwbedrijven. Mm -hmm. En het gaat ontzettend goed met mij. Ik heb topvertegenwoordigers in huis, ik heb topmarketingapparaat. Dus als een keertje wat minder gaat met mijn business, stuur ik mijn uh, vertegenwoordigers op pad. Ga ik extra marketing inzetten en de omzet die komt weer terug. Geen vuiltje aan de lucht, zou ik zeggen. Ja, of ideaal plaatje. Ja. Ja. Waarom zou ik mijn businessmodel moeten aanpassen? Nou, dat uh, kan ik jullie wel uh, laten zien aan de hand van een, uh, van een slide. Wat je vaak ziet gebeuren als het heel erg goed gaat met bedrijven... Hè, dan raak je verslaafd aan je bestaande omzet. En dat is geen onwil, maar dat is een natuurlijk proces. En wat er dan gebeurt, is dat er heel veel geduwd wordt... om die succes groter te maken. Daar is niks mis mee... Alleen de realiteit is dat uh, klanten, concurrenten, nieuwe spelers en disrupters die rusten gewoon niet, want die zijn al lang bezig om iets nieuws te bedenken, zodat jij of als bedrijf uh, misschien moeilijk gaat uh, krijgen. Nou, op het moment dat dat proces gaat uh, plaatsvinden, hè, dus de omzet loopt terug of het gaat niet zo uh, lekker meer, dan zie je dat heel veel bedrijven naar de drie belangrijkste uh, elementen grijpen binnen een onderneming, en dat is dat de kosten moeten omlaag. Uh, daardoor uh, moet er meer verkocht worden, dus sales moet beter zijn best doen en de marge moet uh, omhoog. En inkoop moet scherper, uh, er wordt meer gecommuniceerd, er wordt daar meer op ingezet. Maar mijn vraag is altijd: wat als je de kosten niet kunt verlagen, de marge niet kunt verbeteren en kun je kunt niet meer verkopen? Wat doe je dan? Wat is dan je plan B? En dan wordt het eigenlijk pas moeilijk, omdat ze dan niet realiseren wat uh, uh, ja, eigenlijk het probleem is. En dan zie je vaak dat het businessmodel uiteindelijk het probleem is. Dus de businessmodel zoals die is, die is niet meer overbodig, of die is niet meer echt actueel. Nou, wat kun je dan doen? Wat kan er dan beter? Uh, eigenlijk je verdienmodel. Wordt niet zozeer bedreigd door um, uh, hoe heet dat, uh, de concurrent of uh, door uh, je kosten. Maar eigenlijk zijn er vier belangrijke trends uh, of vier belangrijke elementen. Uh, links is de industrie, hè. daar kan een nieuwe speler komen die het goedkoper kan maken. Nou, een heel groot en simpel voorbeeld is. Uh, in China uh, kun, je, kun je goedkoper produceren dan in Nederland. Dus komt concurrentie in één keer in China. Dat zag je in de staalindustrie. Uh, maar Wish is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Je ziet dat er nieuwe trends komen. Hè? Dat er uh, uh, nieuwe uh, mensen hun gedrag gaan veranderen. Mensen worden in één keer vegetarisch. Of dat is al tien jaar gaande, waardoor de vleesindustrie zich moet aanpassen. Ook kan de markt uh, veranderen. Hè? Dus er is geen behoefte meer aan je producten. Dus minder papierverbruik of mensen willen online eten bestellen. En macro-economisch kan zijn dat bijvoorbeeld geld duurder of goedkoper wordt... of dat ja, een vervelende COVID-19-situatie uh, zich voordoet. Dat heeft vaak veel meer invloed op je verdienmodel dan uh, de concurrent. Uh, daar kun je veel beter op focussen. Ja. Ik heb inmiddels de resultaten uh, hier voor mij uh, daar minder. Ja? Uh, dus op de... Even kijken, sorry, dan ga ik weer naar de... deze. Uh... Op de vraag hoe de ondernemers tegen hun businessmodel aankijken, ja. um, geeft aan 54% wij doen het best oké, okay, ja. maar een aantal innovatietrajecten kunnen beter. Ja. Kun je daarop reageren? Ja, ik kan Meer dus. dan de helft van de ondernemers zegt. Het We is doen best, best oké. Okay, okay. ja. Ja, innovatie zit vaak in, um, bij veel bedrijven niet zozeer in de businessmodellen, maar in de producten of diensten die ze leveren. Dus als ze een straalmotor maken, even heel plat gezegd, of een nieuw landbouwvoertuig, dan maken ze vaak een grotere of een snellere. Dus heel veel innovaties, met zeker in de, bijvoorbeeld de maakbedrijven, zitten met name in de mechanische innovatie: groter, sneller, beter. Maar het businessmodel wordt niet fundamenteel aangepast. En. Ik weet uit ervaring dat mensen vaak altijd één streepje hoger uh, aanklikken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus je moet eigenlijk één stapje laag gaan zitten. Okay. Even terug naar uh, jouw verhaal net over de vier invloeden. Ja. Je gaf aan dat een van de vier invloeden is trends. Ja. Uh, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de trends van de uh, businessmodellen. Is er een lijn uh, die we kunnen zien in de loop der jaren hoe de businessmodellen zijn hoe ja, zien ze nu uit en hoe zagen ze er eerst uit? Ja, dat, dat, uh, dat is zeker het geval. Uh, nogmaals, trends worden vaak ingezet door gedrag van con consumenten, uh, al dan wel niet gedreven door technologie. En ik zal je even een voorbeeld geven uh, van de muziekindustrie. Uh, ik denk dat de, de wat oudere kijkers uh, linksboven in het cassettebandje en het tape recorder misschien het vinyl herkennen. Maar wat je gewoon ziet is dat vroeger de muziekdrager was uh, tape, cassetteband, vinyl, CD. MP3-speler, uh, iPod uh, en nu heb je Spotify en uh, uh, Apple Music of Deezer of andere partijen. Je ziet dus dat de trend was dat het product, de, 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 de drager, die is veranderd. Maar wat er niet veranderd is, is muziek. Als je doortrekt naar de voedselindustrie bijvoorbeeld... zie je dat mensen nog steeds elke dag eten. Alleen de manier waarop ze eten bestellen of kopen of consumeren is veranderd. Dus dat geeft aan, als je altijd vinyl hebt gemaakt... en je, je bent niet meegegaan in die trend of in die ontwikkeling... dat er een nieuwe speler kwam, Apple in dit geval, en die heeft dat... Aangepast. Nou, en welke trends zie je dan? Bijvoorbeeld in je businessmodel is dat al die oude industrieën, die waren bijvoorbeeld heel erg transactiegericht. Met andere woorden, je ging naar de muziekwinkel toe, je kocht daar een LP en een CD. Dat was een transactie, je betaalde wat bij de kassa. En bij abonnementsmodellen, zoals je dat bij Spotify en Apple ziet, praat je over een annuïteitenmodel. Dus je betaalt een tientje per maand. ...en elke maand krijgt Apple, Spotify of abonnementsdiensten honderden miljoenen binnen... ...waardoor ze continu cashflow hebben. Nou, dat betekent heel wat. Als je dan globaal kijkt naar de trend, wat speelde zich dan af? Dan zie je in de, uh, in de oude industrie was heel erg annuïteit en verkoop. Daar was het ook georganiseerd dat je bijvoorbeeld een verkoper had... ...die moest naar klanten toe aankloppen en verkopen... Maar ja, internet heeft een hele hoop gedemocratiseerd. Dus in de nieuwe wereld zie je in één keer dat de annuïteitenmodellen worden interessant, maar ook pay per use, kost per klik, no cure no pay. Advocatuur was vroeger uurtje factuurtje. Tegenwoordig heb je letseladvocaten die zeggen: nou, weet je, als ik, geen, als ik de zaak niet win, hoef je niet betalen. Als ik wel win, ga je betalen. Maar ook op basis van gebruik. Ja, dus er is best wel een hoop veranderd. Dus één model continu aan vasthouden volstaat niet meer, hoe groot je ook bent. Blijven aanpassen. Blijven aanpassen. Okay. Ik heb trouwens nog een vraag binnengekregen van Vincent um, over het Canvas. Waar komt het zojuist getoonde en besproken Canvas-model vandaan? Het business model Canvas is uh, ooit bedacht door uh, Yves Pegneur en uh, Alexander Osterwald. Het bestaat uit uh, negen elementen. Dat is uh, ongeveer nu acht jaar oud en in uh, Nederland is het de laatste drie, vier jaar groot aan het worden. Ik zie wel dat er heel veel verkeerd wordt gebruikt, omdat iedereen bij de canvas vast blijft hangen. Maar dat fase 2 en 3 veel belangrijker zijn, die zal ik straks laten zien. Uh, maar het is veel sterker dan de SWOT, veel sterker dan de Blue and the Red Ocean strategie, omdat je continu je aannames test en daardoor ook bewijslast levert of iets wel of niet gaat werken. Oké. Okay. Um, ik ga daar nog een polletje ertussen gooien. Um, beste deelnemers, um, pol 3 inmiddels. Ik wil graag dat jullie daarop reageren en dan zal ik ook uh, daarminner hier vragen om daarop te reageren. Pol 3 luidt: we hebben een programma of een plan van aanpak om onszelf in het businessmodel opnieuw uit te vinden voordat de concurrent, nieuwe speler of een disruptor dat doet. Eens of oneens. Krijgen jullie volgens mij een half minuut tot een minuut de tijd om dat uh, in te vullen? Voordat jij daar antwoord op geeft, wat is een disruptor? En, uh, iedereen kent uh, bedrijven die disruptief zijn. Maar eigenlijk de definitie van een disruptor is een bedrijf die kijkt wat een bestaande speler laat liggen. Dus je begint aan de onderkant van de markt iets heel erg kleins van wat jij laat liggen steeds beter te doen. En omdat hij dat zo goed doet en begint te groeien, groeit hij naar boven toe. toe. En uiteindelijk tikt hij de grote jongens aan of omver, waardoor je dus niet meer uh, relevant wordt. Hè. Dat zag je uh, in de. Uh, uber business en de taxi business zag je dat gebeuren, maar ook in de voedingsmiddelen met uh, thuisbezorgd zag je dat, maar ook Netflix waar we allemaal gebruik van maken. Vroeger was het videobandjes huren, maar vanuit be beneden beginnen en ze groeien steeds verder omhoog. Ja. Um, ik denk dat we even moeten wachten op uh, de antwoorden. Ik... Misschien ook omdat heel veel mensen niet weten wat een disruptor is... dat ze daar nog even over nadenken zijn. Ja. Ik geef uh, de deelnemers nog eventjes uh, de tijd om daarop te reageren. Um... Ah, dit is wel heel belangrijk, want um, wat je vaak ziet... dit soort vragen worden niet gesteld. En dat komt omdat als je dus een uh, goed lopend bedrijf hebt... dan is je mechanisme zo ingericht dat je het bestaande groter wilt maken. Wat heel logisch is. Maar... Eigenlijk zou je, je moeten afvragen: oké, okay, het bestaande is heel erg hard aan het groeien. Maar hoe kunnen we nou iets uh, maken waardoor we nog een keer harder gaan groeien met, met andere producten of diensten, voordat eigenlijk de concurrent het gaat doen? Ja. Een hele wezenlijke vraag, maar het wordt te weinig gesteld. Daarom stellen we deze vraag nu hier. Uh, ik heb de resultaten. En ook hier veel vuurwerk voor jou, denk ik. Uh, door minder. <laughs> ja. uh, van alle antwoorden zijn er 89% maar liefst die daar oneens zijn. daarmee. We hebben een programma of een plan van aanpak om zelf en het businessmodel opnieuw uit te vinden voordat de concurrent of de nieuwe speler Disruptor dat doet. Met andere woorden, there's no plan. Ja, dat is echt heel erg uh, jammer. Uh, um, en ik adviseer jullie met klem om deze vraag heel groot uh, uit te printen of op te schrijven en boven de directiekamer te hangen. Ook al ben je een zelfstandige. Ook jij zult een keer mee te maken krijgen dat jouw dienst een keer uh, vroeg of later uh, obsolet of niet meer nodig is omdat iemand anders het beter, sneller, goedkoper kan doen of de probleem van de klant nog beter oplost. Dit moet in jullie DNA gaan zitten, beste mensen. En uh, ik heb het niet zelf verzonnen. Er is één persoon die heeft daar heel veel uh, werk van gemaakt. En dat was namelijk Mark Zuckerberg van Facebook. Uh, dit is één van zijn uh, filosofieën uh, waardoor Facebook de afgelopen jaren, of sinds het ontstaan, uh, continu heeft uh, kunnen groeien. Oké, okay. ik krijg ook nu nog een vraag binnen, die wil ik nu gelijk behandelen. Ja. Um, ook voor jou, Darminder, hoe kies je het juiste businessmodel voor jouw bedrijf? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, in een businessmodel werk je continu met aannames. Dus op het moment dat je een product of een dienst hebt bedacht... stel je weer linksdraaiende Ayurvedische yoghurt gaat verkopen... ik noem maar eens een voorbeeld, en je denkt ik ga dat uh, verkopen aan de markt... Uh, dan kun je dat testen en valideren en toetsen of daar behoefte aan is... En als er geen latente behoefte is, nou, dan kun je ermee stoppen. En dat is, zo simpel is het, en zeg ik het ook. En dat vinden mensen heel erg raar als ik dat zeg. Stop nou ergens mee wat geen geld gaat opleveren. Um, want vaak gaan mensen, die zijn dan geneigd, omdat een bedrijf is je eigen baby, gaan ze heel lang door. Maar uiteindelijk frustreert ze zichzelf. Het kost heel veel tijd en geld, terwijl je dat had kunnen uh, verzinnen of gebruiken om bijvoorbeeld iets te verzinnen dat je eigen bedrijf had kunnen disrupten voordat de concurrent het uh, doet. Dankjewel, Minder. Yes. Heel veel kennis hier aan tafel, hoor ik zo. Ik wil van de kennis even naar de praktijk gaan. Ik wil even naar mijn andere gast, Sander. Sander Poelman. Sorry, Sander Poel. Ja. Um, je bent aangeschoven als ervaringsdeskundige. Dat Klopt. heb ik net ook al aangegeven. Zou jij wat meer van je achtergrond kunnen vertellen? En wat jouw eerste ervaring is met businessmodellen en in, dus, uh, in het bijzonder het toepassen en het aanpassen van businessmodellen? Zeker, dat zal ik graag doen. Um, ik heb diverse bedrijven jarenlang gewerkt die continu bezig waren met bedrijfsvoering aan te passen. Um, tot aan dat ik op 1 uh, september 2001 voor mezelf begonnen ben met een commercieel trainings- en adviesbureau. Nou, we kennen allemaal nog wel de beelden van 9-11. Natuurlijk het slechtste moment voor mij om, een, uh, om mijn eigen baas te worden. En ik moest ook direct verplicht mijn eigen model gaan aanpassen. De commerciële trainingen gingen compleet op slot, er werd dus niet meer geïnvesteerd. Dus ik, uh, ik heb me moeten aanpassen door ander type training te gaan geven. En wat was er anders aan de type training die je moest geven? Ja, de commerciële training geven, zei je? Klopt, commerciële training gedaan. En wat was daar de aanleiding voor? Behalve de tijd in maar inhoudelijk aanleiding. Ja, nou, omdat dus de markt compleet op slot zat voor de commerciële trainingen, uh, heb ik het geluk gehad dat ik een IT-achtergrond heb. En ik kon me daarbij ook aansluiten bij een, een, een informatica-bedrijf. die zich gespecialiseerd had op uh, de automobielindustrie, verkoop informatiesystemen. Waarbij de verkopers getraind moesten worden op het verkoopinformatiesysteem. Dus ik kon echt een goede combinatie maken van de best of boar world. Ja. En uiteindelijk moest er gewoon brood op het plan komen. Zoals ja, was het ook. Maar dat was jouw periode uh, van ondernemerschap. Klopt. Daarna ben je ook nog bij een groot bedrijf gaan werken. Klopt, ik in uh, eind 2004 heb mijn bedrijf uh, verkocht, heb ik me aangesloten bij een uh, groot internationale speler op de printing, uh, in de printingindustrie. Uh, en daarin zie je dat het speelveld heel anders is als je praat over het aanpassen van je bedrijfsvoering. Uh, dat bepaalt niet in Nederland. Dat wordt bepaald in dit geval in Amerika, in de top. Uh, en als je niets doet in je lokale markt, dan zal je ook zien dat er dus ook weinig verandert binnen je, uh, binnen je eigen organisatie. Dus ook hierin geldt, ook al is het maar heel beperkt, zorg dat je de goede doorvertaling maakt naar je eigen lokale markt. Dus zowel bij een klein bedrijf als bij een groot bedrijf altijd kijken naar de marktsituatie en pas je aan aan de marktsituatie. Klopt helemaal. Okay. En tegenwoordig, Sander, je ja. bent tegenwoordig adjunct directeur bij IFS Nederland. Dat klopt. Wat is IFS Nederland en wat doen jullie en... Misschien heb je nog wel leuke beelden of slides die je mee hebt genomen. Zeker, uh, we hebben niet te lang geleden een film laten maken bij een van onze klanten uh, voor RTL Z voor het programma Hou het dan. Misschien is het leuk om die eerst even te gaan kijken. Ja, zeker. Laten we naar de film gaan van uh, Hou het dan met IFS. Deze onderneming heeft een 3D-systeem ontwikkeld waarmee je verpakkingen scant. Dat zorgt ervoor dat je nauwkeurigere controles uitvoert in de fabriek. Invest maakt innovatieve machines voor de voedingsindustrie, waaronder kaas, kip, vlees en AGF. Dus wij zijn momenteel bij Vigeer Kaas. Bij deze klant maken we specifiek blokken kaas, we maken plakjes kaas en ook hele kazen. Wat we zo meteen gaan zien is een productieomgeving waar op hoge snelheid kaas wordt geproduceerd, waarbij onze machine specifiek weegt, prijzen en etiketteert. De ontwikkelingen in de markt zetten de fabrieken steeds sneller en foutlozer willen produceren. Daar hebben wij een 3-in-1 visuele controlesysteem voor ontwikkeld. Dat een gang, barcode, houdbaarheidsdatum en een verpakking scant. Wat een hele hoop ellende achteraf voorkomt. Wij wegen per product exact wat het gewicht is. Aan de hand van het gewicht wordt bepaald wat de prijs is. Die wordt vervolgens geprint en als etiket aan de onderkant of bovenkant geplakt. Eventueel met een actiesticker. Dat gaat op een hele hoge snelheid met 110 pakjes per minuut. Vervolgens wordt de barcode gescand om te kijken of de barcode leesbaar is. Wat belangrijk is in de winkel uiteraard. En of er een sticker op zit. Op het moment dat de sticker niet aanwezig is of het gewicht klopt niet. Wordt het product automatisch van de band afgehaald. De kracht van onze oplossing zit hem erin dat wij volledig modulair zijn. Dus we kunnen van klein naar groot, de van de klant kunnen wij hem op gaan bouwen. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om van links naar rechts te produceren, maar ook van rechts naar links. Een unieke eigenschap van onze machines is dat wij een online video maken voor de klant zelf, waarbij een operator direct zijn training kan volgen en ook direct ingezet kan worden. Naast visuele controlesystemen is het steeds belangrijker dat de IT-omgeving en ERP-systemen. Worden gekoppeld aan onze apparatuur. Daar schrijven wij op maat oplossingen voor. Ander onderdeel van de toekomst is dat klanten zich steeds meer gaan richten op robotisering aan de lijn zelf. Daar hebben wij een casepacker voor ontwikkeld die eigenlijk het hele impactproces overneemt, gerobotiseerd. Dus steeds minder mensen aan de lijn. Mooi filmpje, Sander. Dank je. Voor de sessie uh, vertelde je mij dat jullie gespecialiseerd zijn in eindelijnsverwerking in de Klopt. voedingsmiddelenindustrie. Wat houdt het in, eindelijnsverwerking? Nou, als je dit al kunnen zien op de video, uh, hebben we ons specifiek gericht op de verse voedingsindustrie. En dan praat je over consumentenverpakkingen. Um, waarbij we ons specifiek hebben gericht om uh, aan de onderkant en aan de bovenkant, zoals we net met het filmpje al zagen bij Vergeerkaas, een etiket kunnen uh, plakken op hele hoge snelheid. Dat wordt gewogen, dus daar staat een prijs op en uh, een, een houdbaarheidsdatum staat daarop. Die uiteindelijk dus moet corresponderen met het systeem in de kassa. Nou, die, uh, die verkopen wij. Uh, daarnaast hebben we nog vier andere takken van uh, sport, waarbij we of drie eigenlijk moet ik zeggen doen, doen de verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur. We doen onderhouden en service van deze apparatuur. Uh, we hebben een onderdelen tak, uh, waar we dus onderdelen van de uh, machines kunnen verkopen. Uh, en ook een heel belangrijk stukje is uh, onze research and development uh, afdeling, waarin wij dus specifieke klantgerichte projecten doen. Ja, en bij verpakkingen kun je kiezen voor een kleine uh, verpakkingseenheden, maar je kan ook voor grote bulk eenheden. Hebben jullie daar een bewuste keuze voor gemaakt en wat voor invloed heeft dat gehad op jullie business in deze crisistijd? Ja, dat is wel een hele aardige, uh, zeker omdat het nu heel erg actueel is. Wij hebben ons gespecialiseerd in consumentenverpakkingen. Dus echt wat je koopt in de supermarkt, uh, dat zijn de verpakkingen die wij uh, gebruiken. En waarom is het nu zo actueel? Omdat namelijk met name de toeleveranciers van de horeca grote klappen hebben gehad de afgelopen paar maanden, omdat natuurlijk de horeca dicht geweest is. Nou, wat onze uh, kracht is dat wij deze onderneming hebben kunnen helpen om snel om te kunnen schakelen naar consumentenverpakkingen, waardoor zij ook nog steeds een verdienmodel konden creëren. Wel als wij niet alles op konden vangen, maar wel met onze kennis uh, snel aan de gang konden weer. Ja, Zo'n lijns verwerkingstraject, zit daar ook uh, robots of is er robotisering? Komt er ook. Uh... Ja, dat is de nieuwste ontwikkeling. Ja. Uh, en die is ook nu heel erg actueel geworden vanwege uh, de COVID. Um, wat wij ontwikkeld hebben samen met een klant, is een robotiseringssysteem voor het inpakken aan het eind van de lijn. Dus alle pakjes komen van een fabriek uit, worden geëtiketteerd. En dan komen uiteindelijk moeten ze in een kratje worden gestopt om te worden getransporteerd naar de supermarkten. Um, je moet je voorstellen dat daar zitten twee man uh, per lijn zijn daar de hele dag mee bezig. Um, die kunnen wij besparen door één robot te gaan plaatsen. En bij deze specifieke klant hebben ze drie uh, ploegen draaien, 360 dagen per jaar. Dus je return on investment is gewoon heel erg snel te behalen. Um, even kijken. Um, dus je zegt: doordat jullie een keuze hebben gemaakt in kleine verpakkingseenheden en door inzet van robotisering. Zijn jullie erin geslaagd om aan te passen aan de marktsituatie wat nu gevraagd wordt? Klopt. Dus zowel voor onszelf, onze eigen bedrijfsvoering hebben we daarop aangepast. Maar met name ook de effecten die het heeft voor onze klanten is heel erg, heel erg belangrijk in deze periode. Ja. Over klanten gesproken. Ik wil even nog een vierde pol in gaan zetten. Ik ga even naar de deelnemers toe. Um, als het goed is krijgen jullie nu een vierde pol uh, op jullie scherm te zien. Klanten worden betrokken in het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen met diensten of producten. Kun je aangeven heel vaak, vaak, soms, zelden of nooit. Dus we zijn benieuwd naar hoe jullie kijken tegen het betrekken van klanten in jullie proces. Bij jou, Sander, hoe is dat bij IFS? Worden de klanten erbij betrokken en hoe doen jullie dat? Wij scoren hier heel duidelijk een echte A. Uh, in dit geval bedoel ik daarmee heel vaak. Uh, omdat wij in innovatief trajecten zitten, hebben wij onze klant ook echt nodig om te kijken of iets gaat slagen, ja of nee. Een aardig voorbeeld daarvan is nu de Nutri-score. Dat zal nog niet veel mensen wat zeggen. Dat is kort gezegd eigenlijk een kleurcodering die komt te staan op een consumentenverpakking. Of het nou uh, 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 kip is of uh, gemarineerde kip. En daar zit nogal verschil in, uh, ge ge gezonde voedingswaarde of niet. Vanaf 2021 is het verplicht voor elke fabrikant om dat uh, weer te geven op zijn product. Daar zijn we dus nu al mee bezig om de markten en onze klanten daarmee te informeren hoe ze dat het beste kunnen gaan opvangen. Ja. Um, even kijken hoe het zit met de resultaten. Ik heb hier 50% van de antwoorden die ik nu in ieder geval binnen heb gekregen. Misschien stroomt het nog wat meer binnen. 50% zegt soms. Ik ga naar jou even daar minder. Um, we hebben nu gehoord de case van IFS. Ja. Zijn erg bedreven in het aanpassen van hun businessmodellen, ja. helemaal met Sander in de glêdere, want die heeft zelf ook uh, ervaring met het aanpassen van businessmodellen. Ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers het woord businessmodel sowieso best abstract vinden en dat ze daar nog nooit mee te maken hebben gehad als het gaat om aanpassen ervan. Ja. In ieder geval planmatig denk ik. Um, zijn er bepaalde methodieken of is er een stappenplan? Om eh, dat te doorlopen, om ervoor te zorgen dat jouw businessmodel goed aangepast wordt aan de situatie? Jazeker, er zijn modellen voor, even methodes om dat eh, snel, efficiënt en goed te doen. Uh, voordat ik het uitleg, als je een bedrijf vraagt: Van goh, zou je daar iets aan willen doen? Dan ontstaat er toch een soort uh, enthousiasme, maar ook paniek of stress, omdat ze weten: Ja, maar ik, ik wil dat wel, maar er moet geen gedoe opleveren. En een gedoe komt vaak voor omdat bedrijven of mensen niet één taal spreken in innovatie of in verandering. Er zijn verschillende interpretaties daarvan. Dat kun je voorkomen. Als je op deze slide kijkt, zie je van wat is een businessmodel. Dus ik ga het nog een keer herhalen. In een businessmodel leg je uit waar je naartoe gaat. En in een businessplan bepaal je hoe je er naartoe gaat. Nou, wat je doet in je businessmodel op het moment dat je een nieuw product of een dienst hebt... of je bestaande business wil je analyseren en aanpassen... dan maak je eerst het businessmodel zoals je hem nu al hebt... en de daarbij horende waardepropositie kan vast. Dat zie je aan de rechterkant. Dat wordt heel vaak vergeten. Daarin definieer je waarom klanten met jou zaken willen doen. Is er een latente behoefte? En je ziet daar uh, dat gele cirkeltje met die pijltjes... Eigenlijk op het moment dat je het geschetst hebt, hè, maar je praat nog steeds over een schets en een aanname, ga je dat toetsen en valideren met klanten. Um, dat experimenteren is ontzettend belangrijk, want daarin krijg je de feedback. Uh, zo komt het uh, voor. Ik had uh, onlangs nog een klant in uh, Denemarken. Uh, we begonnen met versie 1.0 en we zijn geëindigd op versie 2.8. Dus we zijn 28 verbeterslagen hebben we gemaakt op basis van feedback van klanten door al die experimenten. Dat is je van hey, dit gaat werken. Hoe ziet dat schematisch uit? Je start met een nulmeting. Van waar sta ik nu en waar wil ik eventueel naartoe? Je brengt je businessmodel in kaart. En ook een hele belangrijke is de wat-als-scenario. Wat-als, puntje, puntje, puntje. Nou, we zitten nu in deze coronacrisis, maar heel veel mensen zijn het al misschien vergeten. Acht jaar geleden ongeveer was de SARS in China ook. En voor een aantal of veel Nederlandse bedrijven was hun supply chain, dus toevoer van materialen, opgedroogd. Die bedrijven hebben toen al een wat-als-scenario gemaakt van hé, hey, wat gebeurt er als China of leveringen uit China of uit Groningen, Friesland opdroogt. En dat we dus daardoor een alternatief moeten hebben. Nou, dat is ontzettend belangrijk om wat als scenario's voor je bedrijf te maken. Dan kun je kijken, ga ik mijn bestaande producten of diensten verbeteren? Testen en valideren en dan het feedback in het proces is ontzettend belangrijk van de gebruiker, de klant of de nieuwe klant. Wat ik net al zei, we zijn van één keer zijn we naar 28 keer gegaan. Het meest uh, moeilijke of cruciaal is eigenlijk, is er interesse? Dan ga je door. Is geen interesse, stop er dan ook mee. Uh, het is zonde om je tijd daaraan te ver, verspillen. Zo'n proces kan binnen twee tot acht weken al gerealiseerd worden. En dat je al weet. Ik kom heel vaak situaties tegen waar mensen als soms een half jaar of een jaar lopen te soebatten. Dat hoeft niet. Je kunt echt heel snel knopen doorhakken, waardoor je veel meer lucht binnen je bedrijf krijgt. Je kunt snel stappen maken. Um, zeg hierbij als wij ondernemers eh, die dit willen gaan doorlopen en we doorlopen die zes stappen van jou, dat garandeert succes komt? Ja, gegarandeerd succes. En succes betekent ook dat iets niet werkt. Hè? Ja. Dus uh, als er geen interesse is, is dat ook een succes. Want elke keer als je achterkomt dat iets niet werkt, ben je dichterbij dat iets wel werkt. Dus, en als je dat niet gelooft, dan ja, heb ik altijd een hele vervelende mededeling. Is, regel dan je begrafenis gewoon heel goed. Want dan kun je met glorie afscheid nemen. En niet dat je in één keer zieloos eronder gaat. Dat zou heel erg jammer zijn. Dus eigenlijk is het niks anders dan achterhalen. Wat willen mensen? Het is ook een manier om goed even te toetsen of je op de goede weg bent. Absoluut. Ja. In dat opzicht wil ik even de proef op de som doen. Als je, uh, uh, als je goed vindt, ik ga even naar jouw overbuurman. Sander, je hebt net gehoord de zes stappen van Darminder. Ja. Uh, als je een businessmodel wil gaan aanpassen, zou je ieder liter deze zes stappen uh, moeten doorlopen. Um, hoe is dat bij jullie gegaan? Uh, dan wil ik even kijken naar de robotiseringscase, wat je net hebt aangegeven heeft aangegeven, nul, je begint met een nulmeting. Wat ja. was de trick of wat was de aanleiding om naar de robotiseringscase te kijken bij jullie? Nou, dat had in eerste instantie niet zoveel te maken met de crisis waar we nu in zitten, maar meer met dat automatisering steeds belangrijker gaat worden binnen de fabrieken. Het zijn allemaal fabrieken, de voedsel, voedselketen, waarin je merkt dat de mensen beperkende factor gaat zijn. Op een gegeven moment het is het een, een van de duurste assets die je hebt als bedrijf. Um, en daarnaast, je kan niet tegen iemand zeggen: ja, je moet nog harder gaan werken. Nee. Een robot kan je gewoon sneller laten draaien. Ja. Belangrijk is, dat zien we ook nu bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Uh, we hebben laatst een mooi voorbeeld gehad van, of het is geen mooi voorbeeld, maar een voorbeeld gehad van een sla, grote slachterij in Nederland. Die stil is komen te liggen uh, omdat de mensen ziek waren. Ja, een robot wordt gewoon niet ziek. Nee. Je hebt dus geconstateerd: uh, de mens is in dit geval de beperkte factor. Klopt. Volgens ga je voor stap het businessmodel in kaart brengen. Klopt. Ja. Hoe doe je zoiets? Heb je een vragenlijst? Heb je, neem je iemand in dienst? Hoe ga je zo'n businessmodel in kaart brengen? Nou, we beginnen in eerste instantie met een, een klantentafel te gaan zitten. Dus we pakken een van onze grotere klanten die dagelijks met deze materie te maken heeft. En maken gewoon een, puur een schets. En dat doen we op basis van techniek. Maar doen we ook op basis van het businessmodel. Heeft dit kans van slagen ja of nee? Nou, als het antwoord daarop ja is, dan kom je automatisch in de wat- als fase. Dus dan ga je ook, wat is mijn return on investment? He, heb ik dat binnen twee of drie jaar terugverdiend, zo'n zo apparaat. Um, dan kan je dus de keuze maken, als de dan minder terecht heeft aangegeven... ga je een nieuwe dienst of een nieuw product uh, doen. In ons geval was dat niet zo. We hadden al een robot. Die hebben we alleen moeten aanpassen aan zeg maar de, de huidige tijd. Hè. We moeten schaven aan het, aan het proces hoe dat uh, zou moeten werken. Is er een bepaalde uh, vraag die je moet beantwoorden om een keuze te maken in... ga ik totaal iets nieuws neerzetten... of ga ik mijn bestaande proces of robot in dit geval verbeteren? Zeker. Uh, ook dat komt eigenlijk wat in het van die model uh, goed terug... Als iets goed werkt uh, en je basis is goed, dan kan je daarmee verder. Dus dan hoef je dat niet zozeer helemaal opnieuw het wiel uit te gaan vinden. Wat je wel doet, is kijken met experts. Dus zodra we in de fase komen van gaan wij een nieuwe dienst, dienst of een nieuw product gaan we dat uh, maken, dat is het moment waarop ik experts ga inschakelen. Want zoals ik al eerder heb aangegeven, je hoeft niet zelf altijd maar het wiel uit te vinden. Je kan ook niet alles zelf. Ja. Dan komt voor ons de belangrijkste fase, en dat is eigenlijk het testen en valideren. Uh, en dat doen we met de klant zelf. En dat doen we dus niet op de locatie van de klant, want de voedingsindustrie draait 24 uur bijna 24 uur per dag. Um, dus daar wil je het niet doen. We hebben zelf een eigen, wat ze het Belgisch noemen, een atelier, oftewel een grote werkplaats. Waarin wij alles zelf ook testen en valideren. En daar komt de klant eerst het, uh, volledig testen of het goed is en of het juiste product uh, voor hemzelf is. Ja, In jullie geval was er was interesse, dus ze zijn doorgaan, en jullie de robotisering verder aangescherpt. Ja, waar je er wel achter komt, uh, en dan kom je eigenlijk in een soort loop terecht, uh, dat de feedback die wij krijgen van de klant is dat uiteindelijk we één ding echt heel erg missen. Dus zodra jij de mensen weg gaat halen, mis je één heel belangrijk onderdeel, dat is visuele, visuele controle. Wij moeten natuurlijk wel zeker weten dat het stickertje waar we net eerder over gesproken hadden, dat die erop zit. Dat een barcode leesbaar is en dat er een houdbaarheidsdatum op zit. Heel belangrijk in de voedingsindustrie. En daar wil je niet achter komen pas bij de kassa van de retailer. Dan ben je te laat. Ja. Dus, wat wij gedaan hebben samen met de klant, is een uh, visueel controlesysteem ontwikkeld met camera's. Die eigenlijk de menselijke functie overneemt om te kijken of hij gewoon compleet is. Oké. Okay. Nou, dan kom je natuurlijk bij het laatste stukje. En dat is heel erg belangrijk, wat er minder aan aangaf. Je moet soms keuzes kunnen maken als iets niet werkt. Nou, gelukkig voor ons in dit geval werkte het wel, dus hebben wij een Go. Was het een overduidelijke Go? Of... Dat was een heel overduidelijke Go. Okay. Voor zowel ons als voor de klant. Ja, ja. goed om te horen, uh, Sander. Ik denk dat we nu qua inhoud behoorlijk wijzer zijn geworden over het onderwerp um, businessmodel en aanpassing. Uh, zowel vanuit de theorie van het concept als vanuit de praktijk. Ik denk dat het goed is om nu even aan beide heren te vragen om een aantal praktische, zaken, of sorry, praktische tips te geven aan ons. Zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Ik um, wil graag eerst naar jou toe, uh, Darminder. Wat is jouw... Tips, heb jij drietal, viertal tips voor onze ondernemers. Die bij wijze van spreken na deze sessie gelijk aan de slag gaan met hun businessmodel. Ja, ik heb zeker wat tips voor jullie voor de ondernemers, van klein naar groot. Eén, uh, word niet verliefd op de concurrent, maar word verliefd op je klant. Uh, dus praat niet over je klant, maar met je klant. Ik, dat zag je ook in de pols terugkomen: de vragen die we voorbereid hadden. Uh, je, je kunt pas groeien op het moment dat je de dialoog met de klant hebt. En uh, als je een startende bedrijf bent of je bent net gestart, laat je alsjeblieft niet voorlichten door de 3 F. Uh, 3 F zijn friends, family en fools. Uh, die zijn niet objectief. Die gaan altijd zeggen, oh, minder. Ik heb altijd geloofd dat jij volverwarmde trekkenhaken in Afrika kunt gaan verkopen. Dat gaat gewoon niet werken. Neem iemand die objectief is en jou echt een spiegel voor kan houden. Dat is echt ontzettend belangrijk. Tweede is. Als je wilt innoveren, schiet niet in de kramp... want heel veel mensen krijgen kramp bij het woordje innovatie. Uh, je hoeft geen testzaal van iPhone te maken, maar kijk naar je proces. Welk deel van het proces, wat heel klein is, kun je extreem goed gaan doen... waardoor je de concurrent op een flinke achterstand kunt zetten... en waardoor je dus een gidsbedrijf wordt dat klanten naar jou toe gaan komen. Dat kan ook. Wil je met businessmodellen aan de slag gaan, wil je wat veranderen... zul je moeten accepteren dat het geen lineair model is... maar dat er frustraties en... Uh, falen erbij hoort. Nou, elke keer als je faalt en gefrustreerd raakt, weet je wat niet werkt, maar dan kom je wel dichterbij wat wel werkt. En als belangrijkste is, met name voor de wat grotere bedrijven of als, je, als de omzet heel erg goed gaat, hoeveel tijd besteed je aan exploratie en hoeveel tijd besteed je aan exploitatie? Bedrijven zijn in bedrijf, ondernemers zijn aan het ondernemen, dus doe er wat mee. Dankjewel, je Dan Minder, voor je mooie vier tips. Ik ga even een recap doen van de tips. Als het goed is, krijg je die nu ook op jullie scherm te zien. Eén, luister naar de klant. Twee, innoveren kan ook klein, maar dat moet wel extreem goed zijn. Ja, die benadruk ik even. Um, drie, falen hoort nu eenmaal bij innoveren, dus wees niet bang. En vier, Tijd maken voor exploratie in plaats van alleen maar exploitatie. Dus niet alleen maar hier en nu, maar kijk ook even iets verder naar voren. Dankjewel, Minder, voor je tips. Ga ik nu door naar jou, um, Sander. Jouw tips. Je hebt volgens mij drie, ook drie tips voor de ondernemers. Klopt. Um, het zit al in het woord zelf, opgesloten ondernemers. Blijf vooral ondernemen. Dus als iets nu heel erg goed gaat. Uh, daar minder gaf het al eventjes aan uh, in, in het begin van, uh, uh, van deze webcast. Uh, het is een continu proces. Dus blijf niet stilstaan. Ook al gaat het hartstikke goed. Morgen kan er een, een concurrent voorbij komen. Of een disruptor. Zoals jij zo mooi hebt uh, omschreven. Daar minder. Uh, blijf vooral ondernemen. Daar ben, je, daar ben je namelijk goed in. Tip 2. Uh, luister echt naar je klant. Dus zorg dat je echt weet wat er speelt in je markt. Word ook een expert. Zorg dat jij expert bent in wat je, wat je doet en wat je kan. Dan ben je ook relevant voor je klant namelijk. En mijn derde tip is eigenlijk, uh, ga niet het wiel helemaal zelf uitvinden. Uh, zoek met name naar strategische uh, key partners. Zorg dat je de juiste mensen om, om je heen verzamelt. Dat hoort namelijk ook bij een innovatief uh, businessmodel. Uh, je hoeft niet alles zelf te kunnen en je moet ook niet alles zelf willen kunnen. Ja. Dankjewel, Sander. Ik uh, wil nog even naar de vragen die uh, binnen zijn gekomen die ik nog niet behandeld heb. Ik uh, begin hier bij een vraag voor jou, Sander. Uh, wat was de grootste uitdaging waar je tegenaan liep bij het aanpassen van jullie businessmodel? Um, dat is niet zozeer binnen ons eigen bedrijf, want we zijn niet zo'n heel groot bedrijf, uh, uh, maar wel heel innovatief. Het zit ook in onze naam opgesloten, uh, op maar met name de markt. De voedingsindustrie is een vrij traditionele markt. Uh, logisch, want de marges staan ook heel erg onder druk. Snelheden we zijn, worden steeds, steeds meer van belang. En veiligheidsaspect uiteraard. Hè. We willen allemaal een stukje veilig uh, eten en drinken willen we hebben. Maar met name om de markt mee te krijgen in, je, uh, in het innovatieve karakter wat wij hebben, dat was de grootste uitdaging. Daarin moet ik heel eerlijk zeggen dat COVID ons daar dus wel bij geholpen heeft. Ja, dat horen we net inderdaad ja, in de case. Soms is een crisis ook een kans. Zeker, zeker. Dankjewel, uh, Sander. En voor jou heb ik ook nog een vraag die nog niet beantwoord is. Worden, dit is gesteld door Henk Jan? Worden behoeften ook niet gecreëerd? Uh, behoeften worden we, ja en nee, maar uiteindelijk zeg ik nu even nee. Uh, de behoeften zitten vaak in taken die mensen hebben en van daaruit ontstaan de behoeften. Dus in je product of dienst moet eigenlijk drie uh, 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 taken oplossen. Dat zijn functionele, sociaal-emotionele en uh, aanvullende taken. En als jouw product of dienst dat doet, dan uh, gaat de klant de dienst afnemen. En vaak wordt die heel slecht geadresseerd. Dat zie je bijvoorbeeld bij start-ups. Uh, 95% van de start-ups gaat het eerste jaar failliet. Of failliet, of geen, die hebben geen bestaansrecht. Omdat ze iets bedenken waar niemand op zit te wachten. Ze lossen vaak geen uh, taak op voor een gebruiker. De behoefte kun je maar tot een bepaalde hoogte. Kun je eigenlijk exact. Het is, ja. ja, precies. Dat is de niet crisis zo. crisis hebben wij niet daarom gevraagd. Nee, en mensen zeggen ja, ze doen nee. Hè. In januari stopt de helft van Nederland met roken. En een maand later rookt de helft weer. Weet je, dus. Uh, mensen zeggen heel vaak A, maar ze doen B. Dat is gewoon gedrag en daar moet je op anticiperen. Ja, dankjewel. Ik ben door al mijn vragen heen nu. Um, we hebben nu geleerd wat een businessmodel is, welke knoppen er allemaal zijn bij een businessmodel en hoe wij een businessmodel kunnen gaan aanpassen naar van de stappen die Armin heeft aangegeven. Um, we hebben ook hele mooie tips meegekregen van deze beide heren hier aan tafel. Ik wil nog even een slotadvies vragen aan de heren. Want, heren. Jullie zijn beide ras echte ondernemers. Dat houdt in dat jullie echt als geen ander weten dat er weinig tijd is voor ondernemers. Toch willen we dat de deelnemers hier met jullie tips aan de slag gaan. Wat is jullie slotadvies? Ik begin even bij jou, Sander. Ja. Slotadvies voor de ondernemers die nu deelnemen aan dit webinar, maar um, dat ze weinig tijd hebben, maar toch met jouw tips ermee aan de slag gaan? Nou, het is inderdaad heel herkenbaar. Tijd is altijd een, een lastig ding als, als eigen ondernemer. Uh, dus die tijd die je hebt gebruik je hem ook heel nuttig dus verdiep je in YouTube video's dus dat heel veel is er ook in jouw markt uh, waar je, wat je gewoon kan opzoeken uh, verdiep je in blogs, verdiep je in vlogs dus die tijd dat je in de auto zit kan je luisteren naar muziekje maar je kan ook een vlog opzetten om meer te, te leren over jouw markt word gewoon echt een expert dankjewel Darminder, voor jou, slotadvies ja, uh, zit niet stil ik sluit me aan bij uh, Sander uh, zorg dat je Kennis gaat vergaren, want de markt gaat best wel snel. Uh, boeken lezen tot uh, podcast uh, luisteren. Uh, er zijn gelukkig ook heel veel aanbieders uh, in, de, uh, in, de, in de Flevolandse omgeving. Hè. Dus ik zou zeggen, ga met iemand een dialoog aan, eventueel met mij als het moet. En uh, ja, Horizon heeft uh, ja, fantastische regelingen om jou daarbij te helpen. Dus ja, maak er gewoon gebruik van. Uh, want uh, Die foute regeling. Uh, ja, die zijn er niet voor niets. Dankjewel, beide heren. Um, wat dat betreft sluit ik helemaal aan bij deze heren uh, aan tafel bij mij. Ik denk als er een moment is uh, waarop je jouw businessmodel uh, wil gaan toetsen... en eventueel die gaat aanpassen aan de marktsituatie, dan is het nu wel. Helemaal nu in crisistijd. En in crisistijd staat daar niet alleen voor. We hebben net gezegd, er zijn tal van experts die jou kunnen helpen... om jouw businessmodel aan te passen. Um, en wat Damir net ook zei, bij Horizon hebben wij een voucherregeling. De voucherregeling, daar kun je een subsidie aanvragen waarbij je 50% van de kosten die je maakt op een expert zoals dan minder in dit geval um, kan terugkrijgen. Uh, wat je ook kan doen is uh, bij Horizon kun je je aanmelden voor het Corona Rebuild Programma. Dat is het programma waarbij we proberen om jouw business te versterken in deze crisissituatie en uh, wellicht ook om helemaal klaar te zijn voor de fase na de crisis. Um, meer informatie daarover kun je uh, kijken op onze website. Als het goed is, komt er nu ook een aantal websites voor op je scherm. Foutenregeling en Corona Rebuild kun je naar www. Ik ben vergeten om dat door te klikken, denk ik. Als het goed is, krijg je die nu op het scherm. Meer informatie voor de foutenregeling en voor uh, de Corona Rebuild programma, wat ik net zei www.horizonflevoland.nl en wil je meer weten over deze mooie bedrijven van deze heren hier aan tafel www.bismodel.com, z l en van sander www.ifs-nederland.nl. Tot slot, als jullie nog in contact willen komen met mij om hier verder over te praten, dat kan straks in een tickbox die je dat kan aangeven. Um, maar je kunt ook, als het goed is, aan het eind een evaluatieformulier invullen van dit webinar. Dat zien we dan graag, want dan kunnen we kunnen dat ook meenemen in de volgende webinars. Heren, Sander en uh, Darminder, het was mij een genoegen. Het was ontzettend leuk. Ik heb ontzettend veel geleerd van jullie. Ik ben enorm geïnspireerd. Ik hoop jullie deelnemers ook. Wat mij betreft, en namens Sander en namens Darminder, dank voor de deelname. en tot ziens, tot de volgende keer. Tot de volgende bye bye. keer. Tot ziens, doeg.